en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ga jullie vandaag mijn edelstenen laten zien die we op vakantie, of die ik eigenlijk op vakantie heb gekocht. En die we hebben gevonden, zo kan ik het beste zeggen. Wanneer je namelijk de vlog hebt gezien, dan weet je dat we op een gegeven moment in het Zwarte Woud, begin van de vlog, zijn we, ik geloof de tweede dag, zijn we naar een soort, ja, het is geen grot, het heet, mijn Duits is echt heel slecht, Gruppe of Gruuse, ik weet niet, waarschijnlijk is het Gruuse of zo, Gruuse Clara, je schrijft het als Gruppe Clara. En daar kun je zelf je edelstenen hakken. Daar heb je dus 4 of ongeveer 5 van die hele grote, of ja, hele grote, aardig grote stapels met stenen. En daar liggen dan van allerlei, in die stenen, als je die openhakt, vind je daar dus edelstenen. Dan moet je niet denken aan dat je daar kant-en-klare edelstenen vindt. Als, ik pak even wat edelstenen erbij die hier toevallig liggen. Kijk, dit soort edelstenen, hè, dit zijn ook ruwe edelstenen. Dan moet je heel erg geluk hebben, wil je die echt vinden. Misschien dat die echt binnenin een hele grote steen verstopt zitten. Maar ja, de stenen die wij hebben gevonden, hadden een beetje dat soort dingen. Ga ik je laten zien ook zo. En oh, wacht, hier ligt er trouwens nog één bij. Ogenblik. Ik was al op zoek naar deze. Ik ga je die gelijk als allereerst laten zien. Deze steen. Kijk, dit soort stenen vind je daar dus. En dan zie je dus ook in de steen zelf dat je echt een beetje die, hoe noem je dat? Dat ruwe erin terug ziet. Dus echt die stukken, zeg maar, van die edelsteen vind je er dan, of van die mineralen vind je erin terug. En hier aan de achterkant zie je toch ook nog wel dat het aardig, dat het wel wat mooie ruwe stukken nog heeft. Wat je nou mag doen, je betaalt dan intree per persoon 5 euro, geloof ik. Of misschien 10. Dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. En dan kun je daar eventueel materialen huren. Of je neemt dus zelf materialen mee. En dan moet je denken aan een soort bijl of een hamer of iets anders. Waarmee je die edelstenen dus kunt openslaan. En natuurlijk iets van bescherming zoals een bril. Omdat de stukken echt werkelijk overal heen vliegen als je die stenen aan het openbreken en slaan bent. Dit is wat wij hebben gevonden en wat we hebben meegenomen. Je mag namelijk voor de intreeprijs die je betaalt, mag je 8 kilo per persoon meenemen. En nou zag ik ergens anders in de review weer staan 5 kilo per persoon. Naar mijn weten was het 8 kilo per persoon, maar ja, misschien dat ze daar verandering in aanbrengen. Ik ga je wat stenen laten zien hiervan, want het is heel erg veel om ze uitgebreid te laten zien. Maar ik dacht, wat mooie wil ik er wel uitpikken en met jullie delen laten zien. We hebben namelijk best wel aardig wat bariet gevonden. Het is dus ook zo, deze edelstenen zijn, die bevatten allemaal verschillende soorten, zeg maar, half edelstenen. Dus het is nooit, het is bijna nooit één soort, dus alleen maar bariet of alleen maar, wat hebben we nog meer gevonden, piriet of alleen maar kwarts of noem maar op. Er zitten dus eigenlijk meerdere soorten in. Deze is dus ook heel erg mooi. Ik weet dus niet of dit bariet is. Het kan zijn dat die stukjes bariet in zich heeft. Fluoriet hebben we ook heel veel gevonden. Dit is paarse fluoriet. Je hebt zowel paarse als groene fluoriet. Ook heel erg mooi. Hier nog een stuk paars. Wat hebben we nog meer gevonden? We hebben piriet gevonden. Volgens mij heb ik hier een stuk piriet te pakken. Hier hebben we bijvoorbeeld malachiet.
deze is niet heel erg, hoe moet ik dat zeggen? Malachiet is normaal echt veel groener, echt een beetje deze kleur groen, dit stukje wat je hier ziet. Deze is wat lichter qua kleur, maar wel ook nog steeds heel erg mooi, vind ik. Dus hebben we deze ook nog gevonden. Deze is ook heel erg mooi, vind ik zelf. Ja, je kon er dus echt van alles vinden. Je kon amethyst vinden als je een beetje geluk had. Die hebben we helaas niet gevonden. Zilver lag ertussen. Ja, echt van alles lag ertussen. Dus zeker leuk als je een keer in de buurt bent van het Zwarte Woud. Dat is bij Stuttgart daaronder, zeg maar, linksonder. Dan is het echt leuk om daar een keer heen te gaan om te gaan edelstenen hakken. Wij hebben ons echt kostelijk vermaakt. Goed, en daarnaast heb ik natuurlijk nog aardig wat edelstenen ook gekocht. Want echt, als je in Oostenrijk bent, je ziet bijna overal wel edelstenen. Winkels, edelstenen kraampjes, noem het maar op. Ga je naar zo'n attractie als de Krimmler watervallen, dan heb je daar heel veel, of een best wel mooie grote winkel vol met allemaal kristallen en mineralen. We zijn naar Koningszee geweest bij Berchtesgaden, als ik het goed zeg, uitspreek. En ook daar hebben ze heel veel edelstenenwinkels. Dat was dan wel in Duitsland, zeg maar. Maar echt Duitsland en Oostenrijk, daar draait het echt een beetje om de edelstenen. Goed, ik ga je dus laten zien wat ik nog aan edelstenen en hangers heb gekocht op de vakantie. Dit is een Albana schelp. Dat zijn die grote schelpen die je vaak ziet. Die ze in de zee vinden. En die hebben dus zo'n hele mooie parelmoer glimmende binnenkant. Die staan er vaak onbekend dat ze heel krachtig zijn. Dat ze edelstenen kunnen opladen. Kunnen reinigen ook. Ze hebben echt een hele brede multipurpose, zeg maar. Dus een brede... Je kunt ze voor heel veel dingen inzetten. En ik kwam deze hanger tegen en die vond ik toch wel heel erg mooi dat ik hem heb gekocht. En hij deed me ook een klein beetje denken aan Oostenrijk. Want als je goed kijkt aan deze kant, dan zie je echt een beetje met een beetje fantasie een soort zee erin. En bergen erin of een bos erin. En dat vond ik toch wel heel erg leuk en mooi aandenken voor de vakantie. Wat ik ook nog kocht was deze mosagaat. Dit is een soort groene agaat. Maar die is niet helemaal groen. Die is een beetje groen met transparant. En ja, zoals je al ziet, hij doet je echt een beetje denken aan mos, aan een bos. En daar staat hij dus eigenlijk ook echt centraal voor. Voordat de natuur meer tot je komt. Dat je rustiger wordt. Dat je echt je connectie met de natuur kunt herstellen. Dat je gewoon rust, reinheid, bij jezelf blijven. Daar is deze edelsteen, daar staat hij eigenlijk centraal voor. Of dat is zijn werking, zoals je dat noemt. En ik vond deze heel erg mooi. Mijn oog viel hier ook gelijk op. Toen we er langs liepen, langs die stand. Dus toen we terugliepen en hij was er nog steeds, heb ik hem dan ook gekocht. Toen dacht ik, ja, dan moet het gewoon zo zijn dat die voor mij is. Even kijken, we hebben ook echt alles zit gewoon in papiertjes. Dus ik heb zelf ook niet echt een idee meer wat erin zit. Dit zijn de edelstenen die we hebben gevonden. Of edelstenen, ik weet niet eens of het edelstenen zijn. Maar de stenen die we onderweg hebben gevonden tijdens wandelen. Waaronder deze. En ik denk zelf dat dit dus echt wel een soort kwarts is. Of misschien zelfs een bergkristal. Want hij is hier aan de bovenkant zo helder. Dat ik wel denk dat het... iets is, maar goed, ik heb daar niet zoveel kennis van. En verder hadden we nog gewoon een beetje dezelfde edelstenen gevonden. Volgens mij is dit ook gewoon kwarts of zo, ik weet het niet. Ik vind dat zo moeilijk te zien als ze ruw zijn.
Even kijken wat we verder nog hebben. Deze. Die hebben we gekocht. Dit is een bergkristal. Deze, wat heel veel mensen daar deden, was die daar woonden. Die hadden dan bijvoorbeeld een edelstenenwinkeltje. Die gingen dan vaak wandelen in de bergen. Die wisten dan ook precies waar ze moesten wandelen. En daar kwamen ze dan mooie edelstenen, zoals bijvoorbeeld deze, tegen. En dan zag je bijvoorbeeld ergens waar je dan ging eten, had je dan een soort klein steentje staan van hun. En daar kon je dan geld in een potje deponeren. Om vervolgens bijvoorbeeld een edelsteen dan mee te nemen. En deze was €2. Dus ik vond dat wel een leuk idee. En ik vond deze ook gewoon heel erg mooi. Dus deze hebben we toen meegenomen. Dan hebben we hier nog iets. Aan de verpakking te zien hebben we dat gekocht bij de Krimler Wasservallen. Dus de Krimler Waterval. Dus de grootste waterval van Europa. Ja, daar heb ik deze mooie agaat gekocht. Met in het midden, ik denk, een honingkalciet of een gebrande amethyst. Zou ook nog kunnen. Ik vond deze wel heel erg gaaf. En mooi eruit zien dat ik die heb gekocht. Deze was, geloof ik, €10 uit mijn hoofd. Ja, volgens mij wel. Oh, dit is ook van de Krimler Watervallen. Oeh. Ik heb stukjes in mijn hand. Dat is niet goed. De amethyst heeft het niet helemaal overleefd. Zo te voelen. Kan gebeuren. Er is een stukje amethyst af, helaas. Was schattig. Wel een mooi stukje. We hadden bij de Krimler Watervallen hadden we dus een amethyst gekocht. Oeh, hij zit heel los inderdaad, merk ik. Dat voelde ik al in Oostenrijk, voelde ik hem al los zitten. Dat ik dacht, oeh, als dat maar goed gaat. En nu voel ik hem nog losser zitten. Maar ja, we zetten hem toch ergens mooi neer. Ik vind deze echt prachtig. Heel mooi, heel mooi qua kleur. Hij ziet er echt fantastisch mooi uit. Even kijken wat hier nog in zit. Oh ja, ik zag ook nog een bak waar je allemaal edelstenen in had liggen. Van die trommel edelstenen. Ook wel van die zak edelstenen die je dus op zak meeneemt. En daar zag ik deze liggen. En toen dacht ik, oh wauw, die is toch wel heel erg mooi. Hij deed me een beetje denken aan de Golden Healer die ik boven op mijn kamer heb liggen. Die ik best vaak bij me draag. Die me heel erg heeft geholpen. En ja, volgens mij is dit een citrien daarentegen. Maar wel een hele mooie pure citrien. Ik weet het niet 100% zeker hoor. Het kan ook een Golden Healer nog zijn. Al denk ik toch echt dat het een citrien is. Ja, die vond ik gewoon heel erg mooi eruit zien. En die kocht ik dus ook. En dan hebben we hier nog iets. Oh ja, deze ja. Grappig hè, dan hebben we iets gekocht en het is nu al 4 weken later of zo dat we naar Oostenrijk gingen of naar Duitsland gingen. Dus ik denk 3 weken later dat ik ze kocht dan dat ik de video opneem. En dan kom je dus allemaal dingen tegen dat je denkt, oh ja, dat hadden we ook nog. Leuke verrassingen. Deze kochten we ook nog. Dit is een bergkristal, maar een hele aparte bergkristal. Want zoals je ziet zit er gewoon van alles in. Moeilijk vast te leggen op camera, zie ik. Hij is echt heel erg gaaf. En in een punt, wat er dan weer voor zou staan, dat hij extra, dat hij de kracht, zeg maar, echt eruit uitzendt. Hij is niet helemaal glad. Hij heeft wat oneffenheden. Maar dat maakt hem toch ook wel weer heel mooi. Hele bijzondere vind ik dit. Even kijken, wat hebben we dan nog meer? Dan hebben we hier ook nog iets. Oh ja, we hadden nog een hele grote gekocht ook bij de Krimler. Dat is deze dan natuurlijk. Dit is een bergkristal met chloriet. Het staat er ook nog op. En dit is echt een heel groot ruw stuk zoals je wellicht ziet. Er is wel, waarschijnlijk was dit de bovenkant, zeg maar. Dus echt de steenkant. Die hebben ze wel iets afgeslepen of zo. Dit is ook echt geslepen. Maar hier zie je dus nog echt dat ruwe van hoe die er gewoon, hoe die eruit ziet. Heel gaaf.
Het is dus niet 100% bergkristal. Maar er zit dus iets in. En dat zal dus ook het geval zijn met deze of zo. Er zal ook wel iets in zitten. Ik weet alleen niet wat. Deze is echt heel gaaf. Heel apart. Je ziet dus ook echt hoe dat vormt, hè? Dat vind ik dan weer super fascinerend. Hoe dat dus echt vormt in de aarde. Want dan heb je hier dus gewoon een stuk bergkristal. En hier nog gewoon een stuk steen, weet je wel. Wat er dan gewoon waar het omheen groeit in de aarde. En hier weer bergkristal. Ja, heel gaaf. Super fascinerend. Heel mooi. En dan de laatste alweer. Zeg ik dat goed? Ja, de laatste. Dat is ook echt een fantastisch mooie. Deze kocht ik samen met deze hanger. Bij Koningssteen. Dat is deze labradoriet. Ik zag hem en ik was op slag verliefd. Ik dacht, oh, deze moet ik hebben. Deze voelt echt, hij trok mij zo erg aan. En nu weer, nu heb ik hem vast en denk ik, ik voel gewoon allemaal emotie ineens. Ik weet niet, ik voelde me super erg aangetrokken tot deze steen. En ik heb hem dus gekocht en meegenomen, want ik vind hem echt fantastisch mooi. Labradorie blijft echt een van mijn lievelingsstenen. Het is zo'n fijne steen die je zo dicht bij jezelf laat voelen en zijn. En echt ook, nu ik hem ook vast heb, ook, voel ik echt dat, ik voel echt mezelf, zeg maar. En ik voel echt de connectie met mezelf en ook het gevoel van het cocon-gevoel, zeg maar. Alsof je aan het coconnen bent. En dat met jezelf. Dus echt een heel vertrouwd gevoel met jezelf. Dat vind ik heel erg mooi aan deze steen. Deze steen staat er ook echt onbekend dat die hooggevoelige mensen helpt. Om bij zichzelf te blijven. Om meer de energie intern te houden. En dus niet te focussen op de buitenwereld. Maar dus echt op meer op jezelf en je innerlijke wereld. En ik vind het echt een fantastisch mooie steen. Heel mooi. Heel fascinerend. Goed, dat waren alle edelstenen. En dat was dus mijn edelstenen shoplog, om het zo maar te zeggen. Om het zo maar te noemen. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Net zoals dat ik dat heb gedaan. En ik zie trouwens deze wilde ik ook nog met jullie delen. Dit is ook... Dit is trouwens ook een fluoriet. Ik zie het gelijk. Kijk, maar dit is dus wat ik bedoel, hè. Dit is een fluoriet. Waaraan zie ik dat? Aan dat die zowel groen heeft als... Ik zag ergens een stukje paars. Hier volgens mij is het paars. Ja, volgens mij is het daar paars. Ik kan het nooit niet zo goed zien op het scherm. Daar zit paars. Dus fluoriet is meestal groen met paars. Dus dit is een fluoriet. Maar hij heeft dus ook, zoals je ziet, meer aan deze kant... lijkt het weer wat meer kwarts er ook op zitten of zo... Dus het is eigenlijk niet echt één edelsteensoort. Misschien als je dat eraf zou halen dat het wel echt... Ja, dan heb je wel pure fluoriet. Maar dat maakt het toch eigenlijk ook wel weer super gaaf. Ik vind deze die ligt op mijn bureau. Bij mijn moodboard. Dit is toch echt wel een fantastisch mooie steen. Ik weet trouwens niet of jullie dit hebben gezien. Maar er zitten dus ook stukjes goud in, zie ik nu. Kijk, als je hierboven dus goed kijkt, zie je als het goed is stukjes goud er ook in. Heel gaaf. Oké, goed. Dat waren al mijn edelstenen. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan zie ik je natuurlijk weer heel graag volgende week terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken. Doeg!